PwC. Leonard, we staan hier bij Ovios. Normaal wordt er gevoetbald, maar wat gebeurt er vandaag? Ja, we zijn vanaf vandaag gestart met inzameling van harde plastic. In samenwerking met onze hoofdsponsoren Jan Bakker en Van Werven. Mensen kunnen elke zaterdagochtend tussen 9:30 en 11:30 hun harde plastics brengen. Hoe kwamen jullie op het idee om dit te doen? Okay, we waren eigenlijk op zoek naar hoe kunnen we geld inzamelen voor zo ver boven onze kantine of nieuwbouw. En zo zijn we gaan kijken, joh, wat is er mogelijk? Ja, oud papier heb je tegenwoordig, maar dat doen er heel veel verenigingen. Dat haalt de gemeente zelf ook op. En zodoende kwamen we toen uit bij de harde plastics. Dat doet bijna geen enkele andere vereniging. Het is ook al best wel bewerkelijk. En heeft het ook nog iets dat de kinderen daar iets van leren? Dat jullie dat plastic verzamelen nu? Ja, het gaat natuurlijk niet alleen om, om de opbrengst die we ermee hebben. Maar natuurlijk ook een stukje bewustzijn. Ook gewoon, anders gaat het waarschijnlijk de verbrandingsoven in. En nu gaan we het scheiden. En dan kunnen er nog weer nieuwe dingen van gemaakt worden. Wat komt u brengen? Nou ja, voor wethouder sport en wethouder voor afval en duurzaamheid is natuurlijk een prachtige combinatie. Dus ik heb een mand vol hard plastic en dat gaat hier verwerkt worden. En het is ook heel mooi om te zien dat twee van hun hoofdsponsors, Van Werven en Jan Bakker, samen dit faciliteren. Wordt het nog uitgezocht welk plastic geschikt is hiervoor? Ja, er zijn heel veel verschillende soorten plastics. Alleen wij zijn eigenlijk op zoek naar de PP en de PE plastics. En dat zijn eigenlijk de hardere plastics. Dat zijn eigenlijk de tuinstoelen, de vaten. Je kunt zo meteen wel zien wat hier allemaal ingaat. Maar bijvoorbeeld PET-flessen we niet. Heel veel flessen van de cola en zulke dingen niet. Maar heel veel Oranje-flessen zijn weer van PET. En sommige shampoo-bussen zijn weer van PET. En je kunt er eigenlijk herkennen door middel van een driehoekje wat onder op heel veel artikelen staat. Onder dat driehoekje staat meestal een code. En als daar PE staat, PP of HDPE, dan zijn het goede kunststoffen die wij kunnen gebruiken. Wij testen het materiaal of wij dat kunnen recyclen. Al het materiaal wat zinkt kunnen wij niet gebruiken. En wat drijft, dat kunnen we recyclen. Wat fantastisch natuurlijk dat dit gaat gebeuren. Van Werven 13 jaar geleden begonnen met de kunststofrecycling in het heel mini klein. En tegenwoordig weet iedereen dat kunststof geen afval meer is, maar dat je er wat mee kan doen. En dat zie je hier. En we kijken zo'n eerste dag hoe fantastisch dat gaat. Dat iedereen direct met karretjes komt en al zijn materiaal gaat scheiden. En denkt, hey, het is eigenlijk geen rommel, kan er nog wat mee. En voor Ovios supergoed natuurlijk. Ja, en ik zag dat je in één oogopslag al ziet of het goed is om te gebruiken of niet. Hoe zie jij dat zo? Eigenlijk ben ik ooit de kunststofrecycling begonnen. Ik denk al een jaar of 17, 18 geleden. Dus als ik het dan nog niet weet, dan komt het niet goed. Jullie houden dus toezicht op wat er in de container terechtkomt? Ja, op zaterdagochtend staan er bij ons inderdaad, je ziet ze hier achter me, hard aan het werk vrijwilligers bij die de controle ophouden. Maar we vragen natuurlijk mensen zelf thuis al om dat onderscheid te maken. Zodat we het hier, dat we eigenlijk niks met de mensen mee hoeven terug te geven. U bent vast blij met het initiatief van Ovios? Het is een heel mooi initiatief van Ovios, omdat het prima past in het afvalbeleid van de gemeente. We zijn een tijdje geleden begonnen met 100-100-100, dus 100 bewoners. Het zijn er 30 geworden overigens. 100 dagen lang proberen 100% restafval vrij te zijn. En daar past het inzamelen van hard plastic past daar prima in. Want al het harde plastic wat hier ingezameld wordt, gaat niet in de restbak. In een hele mooie win-win. Kun je nog tips geven aan de mensen thuis wat ze kunnen brengen? Ja, eigenlijk zie je het hier al. Ik zeg altijd, kijk bij ons in de afvalberg en je raapt je hele inventaris bij elkaar. Alles kan bijna. Hè. Bijna van alle kunststoffen die er zijn, kan je zo'n beetje 90% hier brengen. En als je dan goed kijkt in de kar ook, weet je, het zijn emmertjes, het zijn kratten, daar liggen zelfs hele glijbanen. En het kan allemaal in de kunststoffen, het kan allemaal hierin gebracht worden. En dat wordt allemaal gerecycled. Ja, en tegenwoordig is het recyclen veel meer dan dat het vroeger was. Want bijvoorbeeld zo'n jerrycannetje, deze, dat wordt weer een nieuw jerrycannetje. Ja? En een emmer wordt weer een emmer. En zelfs die witte emmertjes, dat worden dashboards in een nieuwe auto. Dus waar men vroeger dacht van recycling is allemaal laagwaardig, tegenwoordig kan je er echt heel veel meer mee doen. Belangrijk is dat het goed gescheiden wordt. En daar zijn wij in Biddinghuizen bij Van Werven dus een tovenaar in. Dat kunnen we als misschien wel het enige bedrijf in Europa. Nou, dit is het startpunt van ons proces. Hier komt al het plastic materiaal binnen. En zoals je kunt zien zijn het allemaal harde kunststoffen.
Dus een gemengde stroom harde kunststoffen. Dus al het materiaal wat bij Ovios wordt ingezameld, dat komt hier terecht. En vanuit deze stroom sorteren wij 25 soorten. En daar worden weer hoogwaardige grondstoffen van gemaakt, die weer wordt gebruikt voor de plastic maakindustrie. We staan hier bij de grote sortering. En hier wordt al het materiaal wat binnenkomt gesorteerd in 25 verschillende stromen. En dat gebeurt allemaal met de hand. En de reden daarvoor is dat er nog geen één techniek in staat is om de gemengde harde kunststoffenstroom in die 25 verschillende eindproducten te sorteren. Dus dat moet allemaal met de hand. Al die kennis zit in de hoofden van de jongens die daar bij de band aan het sorteren zijn. Als het materiaal gesorteerd is, dan wordt het geshredderd. En we hebben de bewuste keuze gemaakt om het eerst te sorteren en daarna pas te gaan shredderen. Met als doel om metaal te verwijderen en ook om het materiaal verder te verkleinen. Want na het shredderen wordt het materiaal gewassen en gemalen. Want als je het eerst gaat shredderen en daarna pas gaat sorteren, dan is het heel moeilijk om die soorten nog uit elkaar te krijgen. Dus vandaar wordt het eerst gesorteerd, waardoor je allerlei verschillende soorten materialen krijgt. En daarna wordt het dus geshredderd in deze verschillende soorten. En daarna wordt het gewassen om het materiaal schoner te krijgen. En na het wassen wordt het materiaal gemalen. En dan heb je als eindproduct een schone grondstof voor de plasticindustrie. Een voorbeeld van een eindproduct die wij produceren. Nou, we staan hier nu bij onze eindproducten. Als het materiaal het proces heeft doorlopen, wordt het verkocht richting onze eindklant. En uiteindelijk zitten wij in de dashboard van Renault of de stofzuiger van Philips. Dus de producten die hier worden gemaakt worden echt toegepast in hoogwaardige producten. We staan hier in het laboratorium en alle eindproducten die wij maken, die worden eerst getest voordat ze worden verkocht. En dat heeft een hele belangrijke reden, omdat wij altijd hoge kwaliteiten willen waarborgen richting onze klant. Dus als het product is geproduceerd, wordt het getest. Als blijkt dat het product niet voldoet aan de specificaties die de klant gesteld heeft, dan wordt het opnieuw in productie gezet om te zorgen dat de kwaliteiten wel zijn zoals de klant het wenst. Dus iedere zaterdag kun je dus plastic inleveren? Ja, elke zaterdag morgen van 8:30 tot 11:30 zijn we geopend. En bij sponsoren of bedrijven van ons waar het om grote hoeveelheden gaan, kunnen wij het eventueel ook ophalen met onze vrijwilligers door de week. En zijn er nog vrijwilligers nodig om jullie te helpen? Nou, we zijn nu met 16 vrijwilligers, maar ja, er kunnen er altijd meer bij. Ook voor eventueel voor mensen die eventueel het door de week leuk vinden om het bij bedrijven op te halen. Als mensen zich ertoe geroepen voelen, dan kunnen ze zich bij mij melden. Hun mailtje sturen naar kunststof@ovios.nl. Dan kunnen eventueel ook bedrijven naartoe mailen die grote hoeveelheden plastics hebben. En dan gaat het helemaal goed komen.